Oké, mensen, we gaan even surfen. Kijk, hij komt er zo uit, zie je dat? Ja, hij komt er dan. Oh, dat is die Oostenrijker, joh. Oh ja, die heeft natuurlijk nog wel een hoop water nodig. Wat dan? Nou ja, die is er nog voorlopig niet thuis. Ik wil jullie even iets laten zien over deze wc. Ik ga niet laten zien dat ik hem leegstort, hoor. Maar kijk, ik haal mijn dop eraf. Nou, en waar hebben ze nou aan gedacht? Moet je eens kijken. Een houder om je dop in te zetten. Nou, vinden jullie dit nou niet zeldzaam? Ik ben daar zo blij mee. Wat goed, zeg. Die is ook leeg. Hartstikke idee. Zo. Nou, schoon water hebben we nog genoeg, dus dat hoeft niet. Kan ik er blauw in doen? Ik laat even zien dat mijn goot aan het betalen is. Had hij net open? Oh, wat jammer. Dat had ik even willen laten zien. Links afslaan. Daarna rechts afslaan. Oh, er moet geen bom gepriemd worden. Oh. Want, ja, dat ze dat zeggen. Ja, want... Nou ja, deed gewoon natuurlijk. Ja. Maar ik denk, ik ga het even filmen en dan schiet hij ineens open. Ik denk, oh, chips. Nou, jammer. Dat gaat altijd snel, dat weet je. Nou ja, het duurde eventjes, dus ik denk, oh, wacht even, kijken of het misgaat. Nou, lekker dan. Wat staan er hier in bussen? Ja, dat is een buspassage in de remise. Ja. Zie je parkeerbussen? Na 200 meter. Nederland, here we come. Ja, al koopt er daar een beetje zon is. Dit is zo ongelukkig weer. Ongelukkig weer, hè? Links afslaan. Nou, waar? Nou, zo zijn we ook gekomen, dus... Ja. Kijk, dan hangt er heel laag. Jongens, we zijn vlak bij Antwerpen en inderdaad een kleine vertraging en ze zijn hier ook altijd aan het werk. Onvoorstelbaar. Ja. Er wordt een hele weg opnieuw aangelegd, weggehaald en noem maar op en dat soort dingen. En je mag hier nou 70, daarom staat er ook 45 seconden vertraging, een kleine vertraging, 45 seconden. Dat is nog te doen. Nagaan als je hier in de spits zit op maandagochtend. Ja, dat is een gek huis. Dit is mijn prijs. Ja. Hoe heet het ook alweer hier? Dat weet ik niet. Ik zat te denken. Dat is Arena. Arena, ja. De Lotto Arena. Ja, dat, maar toen heette dat anders. Hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kijk, mensen. Nederland, oh Nederland. Oh, kijk nou. Oh jee. Wat gebeurt? Ja, dat is wat gebeurt. Zo. Ja. Nou, maar niet de lands wordt gezien. Nee, niet de lands wordt gezien. Gewoon niet naar het Nederland of zo. Nee. Kijk, kolenvlees. Kijk, wat leuk. Wat?
Hoe hier? Ja, nee, je zei wat anders. Ja, er lag een kolenvlees. Oh, nou ja. Even die camera aanzetten. De wielergemeente van Nederland. Oh ja. Oh. Oké, wist jij dat? Nee. Rukven is de wielergemeente van Nederland. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Dit zegt me helemaal niks. Mij ook niet, vrouw. Ja, het is nog een aardig eentje. Ja? Aan het einde van de weg links afslaan. Links afslaan, daarna rechts afslaan. Loop. Nou ben ik niet. Ja, toch moeten we rechts afslaan. Daar is die. Hallo, er staat een bord. Ja, dat zie ik. Ja. Deze weg is van maandagochtend 7 uur tot vrijdag 6 uur afgesloten. Kijk, daar kan je ook niet door. Nee. Weide bereikbaar. Oh, okay. Ja. Wacht even. Precies, ja. Kijk mensen op het bord. Camperplaats de Rukvense Weide is bereikbaar. Voorzichtig. Ah ja. Nou, ja, is goed dat ze erbij zitten. Ja, zeker. Jeetje, Nina. Kom eens voor zoekerij. Hoe is het mogelijk? Ja, en scheet. Ik herken het nog steeds. Dan zijn we vorige keer echt van de andere kant afgekomen. Ja, dat kan haast niet anders. Nee. Hier links. Ja, wat hier links. Oh, hier links, hier is het. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ja. Nou herken ik het. Ja. Ah, ja. Waren we daar? Zeker net. Nee. Nou, ik weet het niet. Het is in ieder geval heel typisch. Ja, inderdaad. Deze camperplaats heb ik ook voor ogen. Ja, zo. Hoe bedoel je? Ja. Nou, er staat nog aardig wat. Jezus. Moet ze moeten melden. Ja, dat komt ze op zelf. Zeker wat er staat, zeker wat er gebeuren. Zeker ja. Is hier of zo? Ja. Dit komt ook heel mooi uit. Want?
Zo gaat de zon. Ja, voor, daarom zeg ik, vorige keer stond er ook zo. Oh, oké. Nou. Nou jongens, we staan er. We hebben het gevonden. Het heeft wel even moeite gekost. Maar we zijn er en we denken dat er hier een event is. Iets wat er aan de gang is. Ja. Is wel heel leuk. We gaan jullie zo meteen even verder laten zien. We gaan nu eerst eventjes installeren alles. Goh, wat een gedoe. Even wachten. R-U-C-H. Ruk van z'n weg 6. Weten jullie wat nou zo leuk is, mensen? We gingen weg. En het was heel erg triest weer, hè? Dat zagen jullie net. Het was een beetje bewolkt en weet ik veel wat. En we komen hier richting Nederland. En Mago die zegt van, kijk dan. De lucht breekt, allemaal blauwe lucht enzovoort. En vlak voordat we op die voorbij Antwerpen waren, dat we op die snelweg reden, toen was het helemaal van, jeetje mina, kijk, het zonnetje breekt door. Oh, ik zeg, we hebben mazzel hoor. Ik zeg, we krijgen net geen last van die bui. Nou. Moeten jullie kijken. Er was hier iets aan de gang en er zaten allemaal mensen, zaten er daar. En kijk, iedereen is vertrokken meteen. Ja, ik denk dat er het weekend wat was, bijeenkomst, vrijdag, zaterdag of zo. Halloween weekend. Oh ja, misschien is er zoiets. Ja, oh, vandaar al die pompoenen op die tafel. Kijk, er liggen op die tafels liggen er allemaal van die pompoenen. Jullie wel. Maar goed, we zijn hier aangekomen in Rukven. En Mago die zegt tegen me van, ik blijf vandaag lekker binnen. Ik ga niet met dit weer naar buiten toe. En ik zal eventjes van buienradar het regenschema laten zien. Dus we houden ook echt de hele tijd dit weer. Het is niet anders. Regen. We zijn natuurlijk afgelopen 3,5 week onwijs verwend. Alleen maar mooi weer gehad tot nu toe. Bijna. Dus het was echt zeldzaam. En Mago zegt, ja, je kunt natuurlijk doen wat je aanhalen wat je wil. Maar je gaat wel even water halen, want we hebben tekort water anders. Kunnen we niet gewoon even een zeiltje buiten ophangen en even opvangen dat water? Dan hoef ik niet erheen te lopen. Ja, dan word je nog natter als je dat moet doen. Hè? Nou, ik ga het zo wel even halen. Ik denk dat het zo wel even droog wordt. Maar, nee, schat, dat wordt niet droog. Nee, dat denk ik ook niet. Ik zag op buienradar dat Heel Nederland is helemaal in de bui. Maar goed, ik laat het even erin zien. Oh, ja, hebben jullie net gezien. Heb ik al laten zien natuurlijk. Sluiten we hem dan maar af. Ja. Het is een heel korte video, hè? Nee, geeft niet. Het is voor de mensen ook rust. Oké, jongens, laten we het hierbij. Morgen gaan we naar Rukven en noem maar op. Gaan we eventjes alles het een en ander bekijken. En als het goed is, wordt het ook nog wat zachter weer. En blijven ook nog een paar droge dagen. En dan gaan we even lekker op de fiets. Een lekker rondje fietsen hier in de buurt. Dus, vinden jullie het evengoed een leuke video? Ook al is hij erg kort. Duimpje wordt gewaardeerd. Notificatiebelletje voor de nieuwe mensen. En, nou ja, dit was het. Jullie gaan het zien. Tot de volgende vlog.